namens de kerkraad wens ik iedereen veel heil en zegen voor het komend jaar. En heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom, in het bijzonder de gasten onder ons en de mensen die deze dienst later beluisteren via het internet. In deze eerste dienst van het nieuwe jaar gaat echt iets meer voor. En Kees Stegeting bespeelt het orgel. In deze dienst zal ook brood en wijn worden gedeeld. Tijdens de dienst van de gaven zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor hulp voor mensen zonder papieren. Meer informatie hierover kunt u lezen in de orde van dienst. De schaalcollecte is bestemd voor de diaconie. En bij de uitgang mag u geven met de daarvoor bestemde schaal. Zondag 12 januari gaat in de kabuis voor. En dan is Kees ook de organist. Een aantal mededelingen. Aanstaande zondagmiddag 12 januari van 3 tot 5 is er in de paardenstal een poëziemiddag rond dichteres Ida Gerhard, geleid door Jan Hovi. Er is nog plaats voor een paar mensen. U kunt zich liever opgeven met Grietje, dat is wel wat zaterdag u zich opgeeft. Zondagmiddag 26 januari zullen Kijn Bobbes en Dick Jaap vertellen over de herstelwerkzaamheden die gedaan zijn in de kerk en over de komende restauratie en ook over de eerdere restauraties in de 80e jaren van de vorige eeuw. Aanvang is dan 4 uur. Na deze dienst is een koffie en thee op het podium en u wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Er is daar een gelegenheid voor stil gebed, waarna de liturgie zullen volgen. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst.
De Heer zij met u, met zijn genade en vrede. Ook met u zijn. Wij zingen.
genezen, bidden wij. Gebed om Gods geest. Goede God, zoals altijd in onze zondagse eredienst staat er een Bijbeltekst centraal. Vandaag is dat het verhaal van Matteüs, dat Matteüs vertelt over drie wijzen die de pasgeboren Jezus willen eren en wat dat voor gevolgen heeft. Wij bidden om de bijstand van uw Heilige Geest, opdat wat wij te horen krijgen meer wordt dan een overbekend sprookje. Dat wij onszelf erin herkennen, ervan leren en erdoor bemoedigd worden. Mag het zo zijn. Amen. We lezen vandaag op het feest van de koningen, Matteüs 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en de schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias, de Christus, geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat er geschreven bij de profeet Micha. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, jij bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal moeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde namelijk precies van hen weten wanneer die stem zichtbaar geworden was. En stuurde hem toe naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar dat kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan over het huis waar het kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. En ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden dat kind geschenken aan: goud en wierook en meer. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen het aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik jou weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het opbrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet Hosea door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij voor de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en in de wijde omgeving daarvan alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Klonk stem in de ramen, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zeiden:
nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En die zei: sta op. Ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, die zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzing in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazareer genoemd worden. Tot zover deze lezing. Laten we zien. Thank you.
de liturgie verschenen. Ze zijn plechtig, aandoenlijk. Ze zien er ook een beetje kwetsbaar uit. Anders dan in het evangelie, waar ze toch goed hun mannetjes stellen. Gemeente van Christus, lieve mensen. Vandaag wil ik dit verhaal beginnen met jullie aan te spreken met gemeente van Jezus Christus. En dat deed ik met opzet. Omdat de boodschap dat Jezus de Christus is, dat wil zeggen de Messias, het hoofdthema is van het evangelie gedeelte wat we zojuist hebben gehoord. En ook daarvoor al, in wat nu het eerste hoofdstuk van het evangelie heet, doet Matthäus precies dat. Hij begint zijn verhaal met het kopje geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En middels de stamboom die dan volgt, wordt aangetoond dat Jozef, de man van Maria, afstamt van David. En dat, zeg maar, de tijd rijp is voor de geboorte van de Messias. En in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 vertelt Matthäus dat Maria zwanger werd van de Heilige Geest. En dat Jozef geen geslachtsgemeenschap had met Maria tot na de geboorte van Jezus. Hoe dit rijmt met de bewering dat Jezus zoon van David is, dat is een verhaal apart. Ik versta nu met opmerking dat in de Griekse cultuur de ideale vader-zoon-relatie gekenmerkt werd door overeenkomst in karakter en denkbeelden. Zoals dat ook het geval is in het Johannes-evangelie. Wie mij ziet, ziet de Vader. Over Grieks gesproken. Dat hoofdstuk 2, wat wij daarnet hoorden, doet ook erg Grieks aan. Talrijk zijn in de Griekse literatuur de levensbeschrijvingen van helden en halfgoden, waarin de geboorte van de held wordt aangekondigd door en gepaard gaan met allerlei voortekenen en wonderen. Als u eens tijd heeft, zoek dan eens op het internet naar levensbeschrijvingen van Alexander de Grote. U zult u verbazen. Hoewel ons verhaal duidelijk gecomponeerd is om de schrift te vervullen, zijn diverse elementen in het verhaal uit het leven gegrepen. Zo was het inderdaad gebruik tussen vorstenhuizen om via ambassadeurs elkaar te feliciteren bij belangrijke gebeurtenissen, zoals de geboorte van een troonopvolger of als de troon opnieuw bestegen werd. Uiteraard hebben daarbij cadeaus aangeboden. In het geval van de geboorte van een troonopvolger, wie denken jullie dat die cadeaus dan kregen? Nou, ik denk de trotse familie. De joke in ons verhaal is dat Herodes natuurlijk voor niets weet. En de ambassadeurs voelden uit welke hoek de wind kwam en hielden hun hand op de knippen. Een ander realistisch element in het verhaal is het gegeven dat de ambassadeurs magiërs, dat zijn astrologen, genoemd worden. De toenmalige vorstenhuizen en machthebbers omringden zich, net als nu, met adviseurs die beweerden de toekomst te kunnen voorspellen. Indertijd waren onder hen ook astrologen. In Israël was astrologie verboden. De rol daarvan werd daar overgenomen door profetie en de kennis van eerdere profetieën. Het thema astrologie brengt ons onmiddellijk en even onontkoombaar als het sterrenblok op de tv bij de sterren.
Jullie weten wel dat allerlei mensen geprobeerd hebben om de historische tijd van ons verhaal te bedijzen. Door aan te tonen dat er een komeet of een bijzondere samenstand van planeten of zoiets dergelijks te zien zou zijn geweest aan het firmament omstreeks 3 voor Christus, de meest waarschijnlijke geboortejaar van Jezus. En dat is niet goed gelukt. Zinniger lijkt het mij om op zoek te gaan in de liturgie en niet te sturen langs de hemel. Ik dacht eerst aan de Davidster, maar dat leverde niet zoveel. Het eerste bewijs dat Joden daadwerkelijk de Davidster gebruikten, is een afbeelding daarvan op de gevel van een synagoge uit de 3e eeuw na Christus. In veel legendes wordt de oorsprong wel bij David en Salomo gezocht, maar daar is niets over op schrift overgeleverd. In de hele Bijbel, Oude of Nieuwe Testament, komt geen Davidster voor. Betere kans maken die Qumran-teksten die beschrijven hoe in de eindtijd God middels een door hem aangewezen voorvechter het kwaad overwint. Het is niet vergezocht dat op grond van deze geschriften de leider van de 2e Joodse opstand tegen de Romeinen zich Bar Kokhba, dat is zoon van de ster, noemde. Wat heeft u alles op dit alles met de ster te maken? Verrassend genoeg weer een profetie. De profetie van Biljam in het boek Numeri. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter uit Israël, en die verbrijzelt Moab's slaap en verplettert alle scholen van Zet. Staat in Numeri 24, vers 17. Deze profetie is het fundament van de genoemde Qumran-teksten. Voor ons nu zijn dit geen levende teksten meer, maar voor Matthäus en zijn tijdgenoten wellicht wel. Mij is eerlijk gezegd van het onderwijs in deze één ding bijgebleven. Een van die geschriften bevat een krijgsplan voor het godsleger in de eindstrijd en in dat plan staat genoteerd in primitief notenschrift welke trompetsignalen de herauten van het leger moesten gebruiken om de bevelen van de legerleider, de Messias, aan de manschappen over te brengen. En bij mij weten is dat het eerste schriftelijke notenschrift, tenminste mij bekend. Het laatste uit het leven geschreven element in het verhaal van Matthäus is de macht der lust van koning Herodes en de manier waarop hij zich vastklampt aan zijn macht en welke gevolgen dat heeft voor gewone mensen. De Herodes van onze dagen heet wellicht Bashar al-Assad. Bashar betekent zoiets als het goede nieuws of de goede boodschap. En dit doet mij weer denken aan een neuze die ik enkele jaren geleden las op een Israëlische verkiezingsposter. Een sterke leider voor een sterk land. Een aanbeveling om je stem uit te brengen op Bibi Netanyahu. Diens achternaam betekent God heeft gegeven. De namen van genoemde leiders, die wat mij betreft hun naam niet waarmaken, brengt mij nu bij een handvraag. Waarom eigenlijk wil Matthäus van meet af aan zijn lezers overtuigen van het messiaschap van Jezus? Allereerst, wie of wat was nou die messias, de messias? De Messias is de ideale koning. De idyllische kant staat beschreven in Psalm 72. Dat is de psalm waaruit wij zongen. En de grimmige kant, die er ook is, staat in Psalm 2. Daar, in Psalm 2, slaat de Messias, net als in de profetie,
alles en iedereen in hort. Iedereen die zich verzet tegen zijn heerschappij. Essentieel is de notie dat de Messias een zeer speciale relatie heeft met God. In Psalm 2 zegt God tegen hem: Jij bent mijn zoon. Ik heb jou heden verwekt. Komt bekend voor, niet waar? Aan de ene kant is het gezien de tijd waarin Matthäus dit schreef niet verbazingwekkend dat deze Messias-verwachting sterk leefde. Aan de andere kant wist Matthäus volgens mij donders goed dat Jezus deze Messias-verwachting helemaal niet heeft waargemaakt. Eerder zou je Jezus een anti-Messias kunnen noemen. Dus zou het misschien zo kunnen zijn dat Matthäus' evangelie een kritiek is op die gangbare Messias-verwachting onder zijn Joodse tijdgenoten. Volgens die verwachting zou de Messias vrede brengen voor de Joden zelf, maar hun onderdrukkers ervan langs geven. En zoals we weten, doet Jezus dit helemaal niet. Matthäus legt Jezus zelfs in de mond: Denk niet dat ik vrede kom brengen. Ik breng het zwaard. Precies tegen het beeld in, het beeld van harmonie dat Psalm 72 ontschetst. Nog erger, Jezus richt zich helemaal niet tegen de onderdrukker. Hij bedoelt: onder ons Joden kom ik geen vrede brengen, maar het zwaard. Wij Joden moeten ons verantwoorden voor God. En zo kom ik bij mezelf. Natuurlijk hebben wij al eeuwen geen echte koning meer. Zo iemand wiens wil wet is en waarvan de prediker zegt: Je kunt niet tegen de koning zeggen, wat doet u nu? Maar bij mij leeft toch ook heel erg het verlangen naar de sterke leider, die de tegenstellingen weet te overbruggen en het land of zelfs de wereld op de goede weg zet. Ik herinner me nog levendig dat ik, hoewel ik heel weinig televisie kijk, de inauguratie heb gezien op de televisie van president Barack Obama. En vreemd genoeg, ik kan er nu nog ontroerd over worden, de tranen stroomden mij langs de wangen, omdat ik denk wel Messias verwachten van die man had. En zoals jullie weten is dat niet uitgekomen. En ik denk dat we ons met ons allen niet op de goede weg zitten met de wereld. En zal dit verlangen naar zo'n Messias die dat voor ons kan doen alleen maar toenemen. Niet alleen bij mij, maar bij velen. En het gevaar daarvan is dat wij dan de neiging hebben om één iemand te veel macht te geven. Ik verwijs hier naar de fabel van Jordan, waar de bomen, omdat ze zo graag een koning wilden, uiteindelijk de waardeloze doornstruik tot koning maken. En ik denk dat wij ook daarin Jezus moeten volgen. Niet alleen onze verantwoordelijkheid maar delegeren, maar zelf doen. Zelf ontmoeten. Zelf de leeuw in het gelaat zien. En die drie magiërs die daar zo sereen staan, kunnen mij en u, denk ik, daarbij het voorbeeld zijn. Zij vertrouwden Jezus, maar ze vertrouwden Herodes niet. Amen.
Ik mag jullie uitnodigen. Wij allen zonder onderscheid worden door God aan zijn tafel genodigd. Daar delen wij brood van het leven en wijn van het koninkrijk, zoals Jezus ons voordeed. Laten we dan opgaan naar het koor, want daar staan alle dingen klaar.
Thank you.
Laten we bidden. Heer God, dank u dat wij u mogen ontmoeten. In uw vaderschap voor ons allen. In uw zoonschap in de tekenen van brood en wijn. In uw geestschap. In de woorden van het evangelie. Al onze verlangens zijn voor even vervuld. We hebben vrede met u, met elkaar en met onszelf. We weten heel goed dat het zo niet blijven zal. Dat snel genoeg de onrust en de plichten en de verlangens ons weer zullen bestormen. Maar toch, dank u dat dit kan. Dank u voor deze plek. Dank u voor de mensen. Dank u voor de verhalen en voor de muziek. Voorbeden. Heer God, wij weten dat wij uw zoon niet zullen evenaren in zijn zijn in het hier en nu. In zijn onverdeelde aandacht en liefde voor wie en wat hij tegenkwam. Want wij willen de dingen voor zijn. We willen vooruitzien. We willen plannen. We willen toenemen in van alles en nog wat. Want wij willen de baas zijn over onszelf en ons bestaan. En dat vergt organisatie. En daarmee de verdeling in leiders en volgers. Wij bidden om verstand en inzicht in onze eigen verantwoordelijkheid in deze. Dat wij onze steun geven aan bekwame leiders en bereid zijn hun leiderschap dan ook te aanvaarden, ook als dat ons niet prettig uitkomt. Heer God, wij weten dat wij vandaag als gemeente niet compleet zijn. Er zijn mensen die wel mee willen doen, maar dat niet kunnen. Of die durven. Of voor even het vertrouwen in u en hun medemensen kwijt zijn. Of hier wel aanwezig zijn, maar bezet zijn door verdriet of wanhoop. En dat zelfs nu even niet los kunnen laten. Wij bidden, wees hen nabij. Die wij niet kunnen bereiken. Laten we stil zijn. En daarna ons bidden afsluiten met het gebed dat wij kregen van Jezus. Samen bieden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeet ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven die ons iets schuldig zijn. En
gebied van Buskus. Denk dat wij ons gezegend mogen weten. En ik zal de zegen over uitzien in de volle overtuiging dat wij niet zonder God zullen gaan.